Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Eeuw, echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. In wegen door, woi woi. Brian Vlogs. Jawel mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Vandaag dacht ik bij mezelf van, we gaan even de making of laten zien. Van Bilal, Dindin, Wakwellis, die zitten er allemaal in. Positiviteit en wat liefde. Hoe is dat tot stand gekomen? Wat voelen zij erbij? Hoe is het gegaan? En ik vind het natuurlijk ook gewoon belangrijk om mijn vader ook zijn zegje te laten doen. Dus kijk gewoon even mee hoe we dit allemaal in elkaar gezet hebben. Speciaal voor Bilal. En geniet even met ons mee. Vergeet vooral niet te abonneren. Vergeet niet te delen. Vergeet niet te liken. En vergeet het nummer ook niet te streamen. Check hieronder. En dan gaan we er iets moois van maken. Tot zometeen. Love. Hey mensen, mijn naam is Rockwell S. Ik ben DJ, producer. Ik heb ook meegewerkt aan deze track. Hele tof project was het. Heel anders dan normaal. Ook hoe het gegaan is, het voortraject en alles erbij, wat erbij is gekomen kijken. De manier van hoe we het hebben afgemaakt en dat het op een echte, redelijk snelle manier echt in één keer online is gegaan. Ik wou dat het vaker ging bij wat meer tracks, als het komt. Waarom heb jij aan dit project meegewerkt? In de eerste instantie omdat ik ben producer hier bij 8 Bars Records. En dan hebben we verschillende artiesten, influencers, mensen die langskomen. Bijvoorbeeld ook Brian Vlogs. En hij kwam hier eigenlijk voor een uitzending, voor een aflevering met Dindin. En ik zit heel vaak ook in de studio met Dindin. En zodoende waren we dus samen hier. En op een gegeven moment leerde ik Bilal kennen. En die jongen heeft echt een zieke passie en drive om muziek te maken. En dat is eigenlijk waar ik toen achter ben gekomen. Dan zie je gewoon dat op het moment dat hij in de boot stond en dat de muziek aanging, hij was niet meer weg te slaan daar. Er is een hoop gebeurd even de laatste dag, hè? Ja. Wat is niet gebeurd? Hoe was de reacties in jouw omgeving na de laatste vlog die we samen gemaakt hadden? Ik ben in ieder geval geen negatieve reactie tegengekomen. Waar ik wel om heb gelachen zijn een paar dislikes of zo. Die vond ik wel grappig. Maar je weet toch, dan ga ik me een soort van verplaatsen in die persoon van die dislike, die duimpje op laag drukt. Ja. Maar dit is gewoon van je verplaats je in die schoenen. Maar dan denk ik alsnog van... Hoe dan? Maar het was in eerste instantie was de bedoeling dat hij zou iets met Dindin gaan doen. Iets heel kleins. Maar uiteindelijk kregen we natuurlijk te horen door die corona... Het waren eigenlijk een paar dingen die bij elkaar kwamen waarschijnlijk. Door heel de corona gewoon heel veel mensen, vooral kwetsbare mensen, weet je, die ook ineens geen contact meer met elkaar mogen. Niet met familieleden, geen verzorgers, geen weet je. Dus dat is wel iets heel actueels en dat was ook wat tegelijk speelde toen we dit project net hadden opgenomen eigenlijk. Dus ik had eigenlijk alle de vocalen van Bila, die had ik toevallig. Dus dat kwam allemaal mooi bij elkaar. Toen we eigenlijk in één dag samen toen hebben gezeten en de hele track in één keer eigenlijk hebben afgerond. En, is dat gewoonlijk in de muziekwereld? Nee, ja, sommige tracks gaan gewoon snel, maar sommige niet. Maar jij was er ook bij, je was in de studio. Ja. En dat jij op een gegeven moment een paar dingetjes begon te neurien. En dat ik eigenlijk dacht van, bro, hij moet ook op de track. Wat voel je binnen, man is tenk. ماشي وحدي دنيا كاملة قالك والو جي عندنا خويا صبار هو دوانا في مخيم زعت هي الموسيقى يهور ده بخيف من بيلال Wat dacht jij toen op dat moment? Ja, er ging wel wat door me heen. Je weet toch? Jou moet ik het uitleggen, man. Als ik keek
naar hem, hoe die bezig was op dat moment. Weet je toch, dan, er ging van alles door me heen. Het is moeilijk te beschrijven. Want ik zag hoe jij daar stond, hoe je naar hem keek en zo. Dat je een soort van aanvoelde waar hij het over had of zo. Het gaf een bepaald gevoel, denk ik het wel. Ja, het was gewoon van, ik voelde gewoon dat hij echt het uiterste, je weet toch, in hem naar buiten, je weet toch, naar buiten bracht. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet gaan beseffen. Er zullen mensen zijn die denken van, hij loopt maar te brabbelen of zo. Ja, ja, ja. Maar juist dat gebrabbel wat mensen denken is onbeschrijfelijk. Is meer dan wat ze zeggen dan 1000 woorden, je weet toch? Ja, ja. Het is meer dan dat. Dat gebrabbel wat mensen horen zullen heel veel niet beseffen. Brain Vlog. Ja, hoor mensen, hier is dat weer! Ja mensen, Brian is zeker een broertje ben. Hij is zeker leuk aan vloggen. En dat is zo leuk. Dat is ook gewoon vloggen en kijk, dan goed gemaakt jongens. Goed 21 als ik ben. Leuk gemaakt hè. En kook op hè. Rauw gewoon heel goed hè. Ja. Kijk. Van wie is het dan? Van David? Ja. Wie was het dan? Nou? Was jij dat? Ja. Ja, vond het mooi. Ja. Ja. Want jij was degene die eigenlijk zei van, hier moeten we wat mee gaan doen. Ja. Het begon bij jou. Ja, zeker. Omdat ik weet wat daarin zit. Ik ken dat. Dat is het verschil tussen mensen die dat niet kennen of die dat niet in de familie hebben. Of je weet toch, in de omgeving. Ja. Dat is het verschil, man. Ja, we gingen hier weg. Super blij. Een paar dagen later kregen we eigenlijk het nieuws mee dat corona was. Ja. En dat we elkaar niet mochten zien. Ja. Wat deed het met jou toen je dat voor het eerst hoorde? In het begin besef je het niet echt, je weet toch? Denk je van, ja, het zal wel, joh. Onzin, man. Weet toch? Maar een beetje bij beetje zie je en hoor je. En maak je het mee in je eigen omgeving. Mensen die in je kring zitten, die daar ziek van zijn geworden, je weet toch? Dus ja, dan komt het wel binnen. Dan begin je wel weer toch op een moment te komen van dat je denkt, laat me uitkijken en laat me extra focus zijn. Grijp je? Ja, dat is het, man. Goeiedag, Emma. Goeiedag. Alles goed? Ja hoor, heel goed. Alhamdulillah. Zeker. Wat is jouw rol hier eigenlijk? Nou ja, ik ben de oprichtster, hoe zeg je zoiets? Oprichtster hè, van NR Music Agency en samen met Howard D, 8 Bars Records of Studio 8.
Dus ja, eigenaresse. Oké, okay. Jij leerde eigenlijk Bilal veel eerder kennen, hè? Ja, ik heb hem eerder leren kennen. Ik heb hiervoor heb ik de management gedaan van Numidia. En toen waren we zeg maar bezig met de videoclip van Melly Melly. En toen leerde ik jullie kennen, ja. Ja. Dealer, mijn, was je eerste, mijn schatje, ja. Heerlijk ventje. Ja? Ik was gelijk verliefd op hem. Echt heerlijk ventje gewoon. En wat maakt hem zo speciaal? Gewoon hoe die is. Hij is Hanin. Gewoon, hoe zeg je zoiets? Hanin, hij is... liefdevol. Hij, ja, liefdevol. Ja, heel liefdevol. Ja. Ja, en ik weet niet, het was gelijk eigenlijk al een klik met hem. Maar op een gegeven moment toen hoorde jij hem zingen. En ik weet nog dat je echt gewoon ik bijna werd emotioneel werd. Ja, ik werd emotioneel. Ja, echt. Ik gewoon echt met brok in mijn keel alles. En wat had je dan precies geraakt op dat moment? Ik voelde gewoon die. Ik had gewoon gevoel voor. Het was zo apart. Gewoon ook echt op de ritme. En ik hoorde echt een duidelijke rij. Ja, ja, klopt. En je voelde gewoon duidelijk dat hij echt gewoon het ook echt super leuk vond. Ja, ja, zo. En hoe? Ja. En hoe? Brian Vlogs. Hey, deze refrein gaat opblazen, man. Ik weet het gewoon. Ja, ik voel het gewoon. Oei, oei. Mensen, ga ik wel nog vaak luisteren in de auto, zeg ik eerlijk. Een week dan. Positiviteit en wat liefde. Is waar we in moeten verdiepen. Respect, mucho fordino. Alleen unido. Positiviteit en wat liefde. Het rare is echt, soms lijkt het echt alsof je oogkleppen op hebt. Zo van, dan ben je zo blind, wat er gewoon precies voor je neus staat. Ja, 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 ja. En dat ik op dat moment dat ik jou dat hoorde neurien, dat ik gewoon dacht van... hoe kan niemand nog hier eerder aan hebben gedacht dat jij ook op de track moet? En ik had wel verwacht dat je misschien zou zeggen van... Nee, je weet toch, ja. Zo één minuut, maar dan één minuut zijn gewoon daar in de boek, je weet toch. Maar wat deed het met jou toen je hoorde dat we elkaar niet mochten zien? Kijk, het is, wat veel mensen misschien niet doorhebben, en dat is ook, zeg maar, als jij in je eigen leven, zeg maar, nergens, of ergens niet mee in aanraking komt, dan, of het niet meemaakt. Dan ben je er zo blind voor, eigenlijk voor wat er nog meer naast je gebeurt. Wat ik wel tof vind, zeg maar, aan dit hele project, dat het ook mensen weer een beetje even wakker schudt van, hé, weet je, laten we gewoon positiviteit en liefde, zeg maar, meedelen, zeg maar, aan iedereen, weet je. Want iedereen is op een bepaalde manier wel geraakt, zeg maar, hierdoor, snap je? Ja. Salaam alaikum. Alaikum salaam, rahmatullahi taala barakatuh. Ik zit ook erg ste disc die al Bilal. Ja, stil. Ja, kijk. Ja. ياك؟ أهم زيان وش تا عجبك فيه؟ هو عجبني يعني ذاك الشي اللي تكلمت عليه بعد انت على حساب الأخوة كيفاش خصها تكون وكيفاش الواحد كيفاش يصبر مع أخوه واخا أخوه يكون مثلا ما خارج الطريق ولا مفلس ولا مريض ولا خصو ما يفوتوش كما كان الحال؟ كما كان الحال خصو يدير معه المجهود أيه قاش إلا خليته انت يا راه بحال اللي كتدفع اللواد هو سميتو قبل ما وصل هاد كورونا كان هذاك الفيديو اللي صاب مع دين هذاك الشيء كان مزيان بزاف عجبك؟ عجبني بزاف واش تا كان عجبك في الفيلم؟ عجبني بعد هذاك الشيء اللي كتكلموا عليه اي ومع بلال عاد ثاني راك تشوف كيبان في واحد الشكل يعني عجبني بزاف وكان ارتاح لدين ارتاح له بزاف راك تشوف ولقى الحريه ديالو وكسميتو النهار اللي سمعت ديرها كاين كورونا كنت كسميتو فكرت هذيك الساعه ودي بلال ما غاديش نشوفوه ولا هذيك الساعه مازال ما هذيك الساعه كان يعني بنادم راه كل ما كيتصنت الهضره منه من نيت كنا ما كانش داك الشيء ولكن في التالي من خرجت نيشان يعني الصح بنادم بالسيف ايه وانت هذيك الساعه منين سمعت ودي ما غاديش نشوفو بلال كي حسيت انت؟ واش غادي كان انا عارف بلي راه تماك مرتاح ومحضي حسن ما يكون محضي هنايا اييه تماك محضي راه في المحل ديالو وهنايا راك ما غاديش تنجم تحبسو في بيت وحده ولا في باش يقعد هنا النهار كامل صعيب بزاف شكون هذا اللي كره ولادو حتى شي واحد اييه انتم كبار وكان لقيت ما تمشيوش ياك عاد شدنا هنايا زعما ولا يتكنا ما جاش هذيك الساعة ملي سمعتها أنت أول خطرة وشفت الفيديو
كي جاتك انت؟ عجبتني كل حاجه كيديرها بلال الا كتعجبني ياك. وكتفرج كل فيلم ديال بلال؟ دائما كنتفرج توام الكونترول. اه كانت شي حاجه ماشي مزيانه لازم. وكسميتو واش تبغيت تقول للدين دين وهذوك الناس اللي عاونوه باش صاوبوا هذا البروجيكت هذا؟ ايوا نطلب ربي يوفقهم والله يعاونهم على العمل تاع الخير. امين امين. بلال الله يرضى عليه والله يحفظه. هذا الشيء ما غادي نقول لبلال. امين. Lieve Bilal, ik wil eventjes zeggen dat ik superveel van je hou en we missen je echt. Ja, dit is echt speciaal voor jou, echt vanuit ons hart gewoon. En als deze corona voorbij is, inshallah, gaan we echt superleuke dingen doen samen. Love you. Mwah. Blijf hoop houden, blijf sterk en we zitten er met z'n allen in. Dus het is niet dat alleen jij geraakt bent, we zijn er met z'n allen in. Dat kan een beetje het verzachten, zeg maar, dat we gewoon met z'n allen erin zitten. En voor de rest, blijf gewoon lekker jezelf, weet je. En ik denk dat je ondertussen misschien ook een beetje kan oefenen met wat zang, snap je? Dan als je de corona dan uitkomt, dan ben je gewoon direct klaar voor een vliegende start. Love. Groetjes van Rockwales. Lieve Bilal. Ik ga je eerlijk zeggen, je bent een pracht van een mens. We missen je. Ik weet niet waarom. Ik ken je niet zo lang. Maar toch lijkt het alsof je heel, heel lang met mij bent. En we hopen dat deze chaos en onzin heel snel voorbij zal gaan. En ik jou snel in mijn armen kan sluiten en een goed gesprek met je kan voeren en je urenlang kan knuffelen, Charles. Ik zou zeggen, blijf sterk. Weet dat we van je blijven houden, ondanks dat je ver van ons bent en dat we niet bij je in de buurt kunnen komen. En ik wens je veel succes en sabar en stay strong, inshallah. En we hopen je snel te zien, topper. We houden van je. Jawel, jawel, jawel. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Vergeet vooral niet te abonneren. Vergeet niet te streamen, zoals ik al eerder had gezegd, hieronder. Check het en ga hem helemaal kapot draaien alsjeblieft. En dan gaan we aardig wat views pakken. En dat allemaal voor Bilal. Nogmaals, ik hoop dat jullie genoten hebben. Din Din, Emel, Howard, Rockwells. Gewoon iedereen super, super bedankt voor jullie medewerking. Ik heb echt enorm genoten. En in de toekomst gaan we zeker weer wat doen. Toch? Of niet? Yalla, voor alle kijkers, jullie allemaal alleen maar liefde. Aardig, Dertje.